Amoa en Kiwu. En Kiwu heeft het lastig, want Amoa is los. En Amoa blijft goed kijken. Van Beukering brengt Vitesse opnieuw op voorsprong. Diarra stuurt Amoa weg in het centrum van Beukering. Achterin Sikora. Van Beukering scoort. Mamba die wat mogelijkheden kreeg. Corner van Theo Jansen. En dan is het daar wel de 1-0. Johnny van Beukering. Die vorig seizoen bij zijn eerste voetbal in de tweede helft ook zeker niet ten goede. Spaarzaam waren de hoogtepunten. Johnny van Beukering is er dan iemand die voor zo'n hoogtepunt kon zorgen. Hij maakt er in de tweede helft 4-0 van voor Vitesse. Vitesse dat deze voorrondes moet spelen. Daar is Stefanovic, maar Postma is op tijd. Sikora. Kopbal van Beukering. John van Beukering. Nog geen 18, dat wordt hij volgende week. Dan de plotselinge kans en de snelle gelijkmaker door Van Beukering. Want de Feyenoord-defensie stond... Martel. Bal naar de eerste paal. Stefanovic. En dan is het raak. Of is het Van Beukering die heeft gescoord? Hoe dan ook. Het is... Bamba, Cornelissen. Van Beukering. Nu dan. Ja. Dikker is scheepsrecht. Van Beukering... En het is 15. Tsongo, Flinkel, Van Beukering, Van Beukering, Van Beukering. Ja, in de korte hoek past hij. Het staat 2-0 voor Vitesse. Aanzienlijk. Wordt één lang verhaal kort. Het is 2-2. Johnny Van Beukering. Ontwijkt dat behendig en het is ook een goede bal op Mbamba. Ruimte nu. Voor een schot van Beukering en de goal. Het is 4-1. Het is een vrij...